Speciaal voor de klassiekers van de jaren 70 duik ik de hele week in het tv-archief. En eigenlijk ben ik benieuwd of er nog spullen van toen bewaard zijn gebleven. Er is één plaats waar ik dat kan checken en dat is hier in het requisitemagazijn van de VRT. En de man die hier alles weet liggen in het magazijn is Benjamin. Benjamin, mag je eens rondkijken? Kom maar mee. Indrukwekkend, Benjamin. Echt waar. Zeg, wat hebben jullie dan nog zo van spullen? We hebben een heel aantal requisieten nog. Uit de jaren 70 natuurlijk ook. Onder andere het zwaard van Ardoğan. Is het het echte zwaard van Ardoğan? Het echte zwaard van Ardoğan. Ja. Zeg, heb je ook iets uit Keromaar of zo? Ja. De exclusieve zwaarden uit het jeugdpeloton met Mike Verdrenk van Keromaar. Dus Mike heeft dit vast gehad? Absoluut. Allee, zeg. Dit zijn dan de jeugdreeksen. Er waren ook series meer voor volwassenen, zoals bijvoorbeeld Wij Heren van Zichem of zo. Heb je daar dingen van? Van de Heren van Zichem hebben we ook nog een aantal attributen staan. Onder andere de stoelen die daar in de kerk stonden in Zichem zelf. En kan ik die ook zien? Absoluut. Maar dat is hier enorm, Benjamin. Zo, echt, wat staat hier allemaal? Duizenden en duizenden requisieten hebben we. En wat zijn nu de spullen van de heren van Zichem? Hierboven staan de rieten kerkstoelen die ooit zouden gebruikt zijn in de kerk in Zichem. Misschien heeft hier op deze stoel wel Luc Philips gezeten als pastoor Munten of Jenny Tangen als zuster Cent, moeder Cent. Oh, echt waar. Ik vind het fascinerend. Zeg, Benjamin, heb je ook nog iets van de collega's? Ja, we hebben nog de originele bureaus van de collega's hier in ons groot assortiment. Ja. Ah, ik wil die zien. Dat gaan we doen. Benjamin, ik ben sprakeloos. Een van de bureaus van de collega's, ben je daar zeker van? 100% zeker van. Ja. De bureaus van de collega's zijn ook te herkennen aan het groene blad. Dat is typisch voor jaren 70 bureaus die dan toen inderdaad in de ministerie stonden. Dus misschien heeft Jacques Van Asse, Tuur de Weert of Manure, Neveret, weet ik veel wie allemaal, Manus de Vos hier aangestaan. Een van die mensen heeft zeker en vast aan deze bureau gewerkt. Dit is dan misschien... Een klasseerbakje. Ja. Een klasseerbakje. Ik denk dat het een klasseerbakje is van Jomme Doks. Echt waar. Ik vind het fantastisch dat jullie daar zo goed voor zorgen, Benjamin. Echt waar, dank u wel. En blijf dat doen, zodat we over 100 jaar nog kunnen genieten van deze spullen. De VRT is ook een stukje van mijn leven. En ik heb van mijn beroep mijn hobby gemaakt. Heel mooi.